Hi, Robin hier. En eigenlijk is dit best wel een trieste weg om een video mee te beginnen. Maar helaas, tijdens het maken van deze zesde aflevering van de Planet Zoo Speedbuild serie heeft Xingyu de pronghoorn antilope helaas het leven gelaten door zijn verwondingen. Ik was te laat om een dierenarts erbij te halen omdat ik te druk bezig was met een waterval bouwen die er uiteindelijk toch niet kwam. En wat ik dan ook echt oprecht hoop, is dat hij gedurende 10 minuten dat het spel niet op pauze stond en hij in zijn verblijf mocht blijven, het toch naar zijn zin heeft gehad. Dan is het na deze trieste mededeling tijd om wat te gaan vertellen over het verblijf en de dieren die erin verblijven. Vandaag gaan we het verblijf van de gafferbok-antilopen maken. Het bouwen van dit verblijf heeft minder dan een half uur geduurd vanwege het ontbreken van de bomen, planten en gesteente en natuurlijk door het overlijden van Senior. Zoals in de vorige aflevering heb ik een klein beetje landscaping gedaan om het toch een beetje variatie in het verblijf te houden. Dus tot zover het antilopenverblijf. Verder heten de antilopen Flora en Senior. En zoals ik al ondertussen al 3 keer heb gezegd, is Senior helaas overleden tijdens het maken van deze video. Maar Yates heeft zijn plaats mogen innemen. Deze bok die, of deze antilopen zie je aan het eind van de video. De antilopen zijn middelgrote hoefdieren afkomstig uit Noord-Amerika. En ze hebben een geelbruine vacht op zijn rug en zijkanten, een witte onderbuik en witte chevronvormige markeringen in zijn nek. Deze soort is gemiddeld 81 tot 104 centimeter lang tot aan de schouder en meet in zijn geheel tussen de 1,3 en 1,5 meter. De mannetjes zijn dan ook 10% groter dan de vrouwtjes en hebben een duidelijke donkere streep langs hun snuit en beschikken over langere dikke horens. Ze zijn een stabiel en niet bedreigde diersoort, wat betekent dat er weinig inspanningen zijn gedaan om ze te beschermen. Als trekdieren kunnen ze echter worden beïnvloed als de ontwikkeling van de mens hun verblijf heeft aangetast of heeft vernietigd, waardoor hun migratiepaden in het proces worden verstoord. Dit is een specifiek probleem dat de Wildlife Conservation Society van Noord-Amerika in de gaten houdt. De antilopen hebben complexe en uitwisselbare sociale groepen. Tijdens de winter zullen grote gemengde kuddes worden gevormd die uit meerdere kleine groepen bestaan. En in het voorjaar splitst deze grote groep zich op in 3 verschillende subgroepen. De kleine onderling verbonden vrouwelijke groepen en hun nakomelingen. De vrijgezelle kuddes jonge mannen. En de volwassen eenzame territoriale mannen. Dan over de voortplanting van deze antilopen. Na het vestigen van een territorium zullen mannelijke gafferbokken proberen vrouwen die door het gebied bewegen zich bij hun harem te voegen. De vrouwtjes hebben verschillende paringsstrategieën. Ze kunnen zich enkele dagen bij een harem aansluiten en vervolgens naar een nieuwe harem gaan en dit meerdere keren kunnen herhalen. Als ze dan in oestrus zijn, zullen ze het mannetje selecteren met het beste territorium om mee te paren. Als alternatief kunnen ze proberen om gevechten tussen de mannen aan te zetten en met de overwinnaar te paren, terwijl de anderen een geïsoleerde man kunnen vinden en de hele paring bij hem kunnen blijven. Na een zwangerschap van 7 tot 8 maanden zullen de vrouwtjes 1 of 2 kalveren krijgen. En deze kalveren blijven de eerste maand van hun leven voor de groep verborgen en sluiten zich later aan bij deze groep om naast hen te zoeken. Kalveren worden gespeend tot ze 4 à 5 maanden oud zijn en worden opgevoed door de moeder tussen tot ze 14 tot 16 maanden zijn. Op deze leeftijd is het punt dat de mannen hun geboortekudde verlaten om zich bij een vrijgezelle groep aan te sluiten. Later solitair worden en hun eigen territorium vestigen op de leeftijd wanneer ze 3 jaar zijn. Vrouwtjes blijven daarentegen bij hun familiekudde. Dan is het verder nu wat tijd om de welbekende feitjes te geven die in de Zoopedia staan van Planet Zoo. Te beginnen met dat het in de volksmond antilopen wordt genoemd, is de gafferbok eigenlijk een nauwe verwant aan de giraffen en okapi's. Het volgende feitje is dat de antilopen het 2 na snelste landdier zijn na de jachtluipaard en ze kunnen rennen met een snelheid van ongeveer 98 km per uur. Ze kunnen echter wel veel langer op hoge snelheden lopen dan de jachtluipaard. En als je dat kan indenken, dat als je op de snelweg rijdt en zo'n antilopen komt naast je ineens voorbij rennen, dan weet je volgens mij echt niet wat je meemaakt. Wat ik verder ook een apart, maar ook wel een leuk feitje vind, is dat de antilopen veel aanpassingen hebben voor snelheid en behendigheid, waaronder een groot hart en longen, lichte botten en schokabsorberende hoeven. Nou, kan je nagaan, dit is ook iets wat ik zelf ook niet wist, dus ik heb vandaag ook weer wat bijgeleerd. En dan moet ik ook gelijk bij zeggen dat ik toch wel een soort medelijden heb dat die antilopen in zo'n klein verblijf zitten. Ook al wordt er aangegeven dat ze niet zo heel veel ruimte nodig hebben. En dan het laatste feitje is dat hoewel de antilopen tot 6 meter in een sprong kunnen springen, kruipen ze liever onder obstakels door in plaats van eroverheen te springen. Heel vreemd, maar goed.
dan is dit ook het laatste feitje geweest en ga ik het ook voor nu hierbij laten. En als je wacht tot ongeveer een half minuutje, misschien nog iets langer voor het einde van deze video, dan zie je het eindresultaat hoe ik het heb gemaakt. En dan is het voor nu nog even heel veel kijkplezier toegewenst.